Ja, we zijn nu in Alkmaar, jongens. Ja, dat is jouw thuishaven. Wat gaan we deze serie allemaal doen? Ja, we gaan in deze serie gaan we verschillende steden in Nederland gaan we bevissen. We zijn dus nu in Alkmaar, waar hij dus vandaan komt. Ja. Verder gaan we nog naar Amsterdam, Den Haag, Utrecht. En ja, als je nog een stad weet dat je denkt van nou, daar moet ook nog een vette video over worden genomen, drop me alvast in de comments. Laat het weten. Voor nu gaan we naar de eerste stek. De eerste stek, ben benieuwd. Mooie stad. Yes. Welkom. Ja, dankjewel. In de stad, wat vind je ervan? Ja, ik vind het, dit ligt me wel. Tenminste, het ligt me wel. Ik vind het prachtig. Gewoon in de stad, ik vind het allemaal mooi. Maar dit vind ik ook altijd mooi. Dit is wel een mooi stekje zo bij deze brug. Zeker weten. Nou, we gaan snel hengeltjes in gooien, denk ik. Ja, zeker weten. Ik heb er wel weer zin in. Een tijd geleden ook, hè? Ja, zeker weten. Ik heb gisteren even een dagje gevoerd. Ik heb 6 stekken in totaal aangevoerd, dus... Dan hebben we nog wat te doen. Stek 1, dan gaan we kijken wat die oplevert. Zeker weten. Goed. Nee, die pop-ups moet ik afbranden, dat vlos. Er staat zoveel wind, dat is bijna geen doen. En er staat hier een bushokje, dus daar maak ik wel een eventjes dankbaar gebruik van. Zit jij op gooien? Dit is schandalig. Misschien heb ik het te vaak gedaan op deze stek, jongens. Zitten we dan? Nou. Eindelijk in het teentje, want het was best wel een beetje koud. Nou, inderdaad. Ik had blauwe handen. Dit hadden we eerder moeten doen. Ja, dat... Even een spiegel informatie. Het is nou 24 februari. Ja. Dus het is vrij koud. Het is nog het koudste van het jaar. Het gaat vannacht in 2 vriezen. In 2, heerlijk. Dus kijk er al naar uit. Top. Ja. We zijn nu in Alkmaar, wat we net al zeiden. Ik heb hier vaak gevist. Ik heb hier vroeger ook wel eens een video opgenomen. En ja, daarom was eigenlijk... idee van ja, ik denk ik neem Frankie mee, die ligt nou echt op mijn prime spot. Ja, dat is een goed uitgangspunt, hier heb je wel in de winter vis gevangen. Zeker weten. Maar om eventjes wat meer, we gaan sowieso in totaal 2 nachten vissen. Ja, waar zit jij te vissen? Waar ik zit te vissen? Ik vis eentje strak onder de kant en eentje vis ik echt, ja, je hebt hier de brug en die staat zeg maar op allemaal betonnen palen. En de vis kan dus echt onder de brug liggen. Dat is ook wel het verschil denk ik, zeg maar. Ja, daar zal de temperatuur toch wat stabieler zijn. Dat is waar de vis natuurlijk naar op zoek is in de winter. Ik krijg ook wel veel vragen, zeg maar, als we over echt over wintervissen hebben. Wat is dan een goede plek? En dan heb je betonnen bruggen die gewoon een blok beton zijn. Dan kan die vis eigenlijk niet in of uit. Maar dit zijn bruggen die staan op een soort heipalen, zeg maar, onder water. Ja inderdaad. Dus, ik zeg eigenlijk altijd, lage bruggen zijn ook goed. Omdat je, dus dat er weinig ruimte zit tussen het water en de brug zelf. Omdat daar gewoon de temperatuur stabieler is. Niet eens per se warmer te zijn, maar stabieler is ook al goed. Want
een vis die wil niet die temperatuurverschillen. Zeker niet als je, hele, ja, als je nachtvorst krijgt. Nee, zeker. Dat is het punt. Dus dan blijven ze daar liggen. Ja. Maar ja, goed, we gaan het even een paar uurtjes aanzien. Ja. Zullen we er lekker een pizzaatje halen? Pizzaatje halen, dat is het voordeel van een stadvis. Ja, 100%. Die boodschap hoef je bijna niet te doen, want je kan alles halen wat je wil. En ja, vanavond hebben we nog een andere nachtstek, hè? We gaan het hier geven. Tot een uurtje van 9:30, denk ik. Ja. Dus we hebben nu nog, nog een kleine 3 uur. Dan gaan we hier een stek aanvoeren waar ik gisteren ook op ben geweest, een klein beetje. En dan gaan we naar de single toe. En ja, jongens, dit geluid dat jullie nu horen, brommers, motors. Ja, daar zou je moeten wennen. Dat gaan we vannacht ook horen, ja. Waarschijnlijk. Maar dat, goed. Dat kan ik helaas niet uitfilteren. 6 stek voorbereid, dus het zal toch wel moeten lukken. Er zal het wel echt eentje of twee of drie liggen. Laten we hopen. Maar laten we eerst van de eerste maar eens ja, zeker weten. Het is dus erg koud, dus... Hopelijk tot snel. Ja. Ik heb voor jou een speciale pizza blanco. Dat vind ik wel toepasselijk. Nee. Lekker, duurt eventjes, maar wel lekker warm nog, want het is lekker dichtbij. Oh, vol warme weer, hè? Oh ja, want ik zat lekker binnen daar. Ik wou zeggen, jij hebt een uur binnen gezeten. Prima, prima. Nee, dat was goed toeven daar zo. Ja. Even lekker wat eten en dan gaan we daarna van kassen, denk ik, hè? Op naar de nacht, denk ik. Ja, denk ik wel. Goed. Vrouwkie! Yes, yes! Wat hebben we? Een kaap, hè? Nee, het is... Het is ook altijd, hè? Als je zit te eten, komen ze langs. Bij jou wel, dat is wel een goed teken. Maar dat is ook een spreekwoord. Zien eten, doet eten. Frank, ik ga hem even scheppen. Jou zien ze wel eten, inderdaad. Ja, daarom vang ik zoveel. Ik zou nog een pizzaatje halen als ik jou was. Get in that net. Dat is de eerste van mij, hè, van 2022. Hoppa. En dat in Alkmaar. Ja. Lekker. Prachtig. Als dit een voorbode is voor de komende nacht, en morgen overdag, en morgennacht, teken ik ervoor, hoor. Want het is gewoon ijskoud. Ze rijden rond met strooiwagens. Maar we vangen wel vis. En dat doen we dan toch. Zo, eerste vis in de eerste aflevering van onze nieuwe serie. Niet de grootste, maar het is in ieder geval een goed begin. Het is ijs en ijskoud, zoals ik net al zei, de strooiwagens rijden rond. En wij vangen vis. We hadden net, nou, bijna de pizza op. En toen dacht deze van, ik heb ook wel zin om wat te eten. We doen het na. En ja, mooi schupje. Van een groot stelsel uiteindelijk, dus dan tellen ze dubbel in de winter. Ik ben er echt wel blij mee. Het is voor mij tevens de eerste van het jaar. Dus gaan wij richting de nachtstek. Dan zetten we eerst deze even lekker terug. Tot straks. Hey, lekker visje! Ik zo'n grote vis, gek! Nou, Frank, je eerste complimenten zijn ook binnen. Zo is het ook. Ik zou het zelf anders omschrijven, maar het is wel mooi. Mooi, man. Ja. Lekker, Frankie. Hoppa, op naar de nachtstek. Gauw opruimen. Oh. Smaak naar meer. Nou, die band is gewoon vrij zacht en ik moet naar het tankstation toe en dat is 1,7 kilometer lopen. Dus dat ga ik nu doen. Super. We moeten nog ruim 2,5 kilometer lopen met alle spullen erop. Nou moet Frank eigenlijk de andere kant op. En we moeten nog een stek aanvoeren en het is nu al 11 uur. Dus ja, ik hoop dat je hem kan oppompen, want anders wordt het een heel lang weekend hoor. Weet je, het sluit eigenlijk gewoon heel goed aan de eerste video die wij samen gemaakt hebben. Is het zo? Korte nachtjes. Hahaha. Ja, ja. Kom daar aan. Tankstation dicht. Dit meen je niet.
maar je kon met deze pomp, type bandenpomp, kon je contact even betalen. Lang... Alfa 2022. Lang leven Alkmaar. Maar. Ja. Oh, nee, maar je moet wel even helpen. Jerk doet die kachel op willen. Ik heb hier een half uur als een... half uur? Een bevroren lolly gezeten. Een half uur, dat is 3 minuten rijden. Ja. Nee, alle stokjes leggen in, jongens. Lekker. Ik zit echt op een, de singel, heet dit. Het is eigenlijk een stuk wat weer aan het kanaal vast zit. En in de hoop dat die vissen hier een beetje intrekken, leggen hier allemaal bruggetjes en allemaal slootjes. Dus Frank legt voor de bruggen hier te vissen, ik leg daar voor een inlaat te vissen. Ja. Eigenlijk een vrij simpele visserij. Ja, ik had het helemaal makkelijk. Ik kon vanaf de brug zo naar beneden. Ja, ja. Eigenlijk heb ik alleen maar makkies gehad vandaag, want die andere stek was ook gewoon naar beneden. Ja, en ik wil werpen. Ja, jij maar werpen. Jij maar werpen. Nee. Het is nu bijna 2:30 en we gaan de video eventjes voor vandaag afsluiten. Hopelijk tot zo. En anders sowieso tot morgenochtend. Morgenochtend met een bakje koffie. Ja. Hopelijk met een vis. Een slingetje vol. Ja, dat zal wel leuk zijn. Ja, dat dacht ik ook wel. Jongens. Tot morgen. Proost. Proost op deze zeer succesvolle nacht. Ja, we hebben zeker een paar uurtjes geslapen. Nou, ik hoorde dat het nog 3 uur worden. Oh. Jij niet. Nee, ik ben vertrokken. Dat is, De boswachter kwam al langs me alsof of een boom wat omzagen was, maar dat was Frank. Nee. Nee, 2 brazems. Het is taai, maar het hoort erbij. Ja, dat weet je als je nu gaat en ook zeker in de stad gaat. Want, ja, het is nogal een stelsel, dus ja. Waar zijn ze? We komen er wel achter, hopelijk. Zeker weten. Jongens, tot zo. Wat vind je ervan in deze prachtig mooie ik vind stad? Het fantastisch. Kijk, kaasjes op de achtergrond. We gaan even een bammetje halen, maar het is al een beetje drukker in de stad. Het is zaterdag. Ja, het is zigzag. En zigzag. Alle coronamaatregelen zijn weer opgegeven. Dus, ja, het is gelijk lekker druk. Ja, zeker. We gaan even een. Ik weet niet of jullie het kunnen verstaan. Kijk, vooral, mijn hand is al een blokkade voor deze mensen. Lekker steken. Ja, we gaan even een bammetje halen, jongens. En dan gaan we naar de auto spulletjes eruit gooien en naar de dagstek. Frankie. Ja? Wat ben je aan het doen? Klussen met kijkers. Even banksticks aan het vastmaken aan het hek, de reling. We gaan hier, we hebben alleen maar steen hier en het hek is een vrij hoge kant dan. We gaan hier eventjes een aantal uurtjes proberen. We hebben gisteren ook gevoerd, zoals jullie hebben kunnen zien. En dan gaan we het meemaken. Gisteren zagen we in ieder geval heel veel witvissen hier zo. Dus we hopen dat er nu wat kuipen op het voer liggen. Volgens een jongen die terugkwam van uitgaan gisteravond, zwom hier een hele grote vis. Dus hey, wie weet. Niet gehoord.
Nee, ja, nu. Het waren de enige piepen van hier. Dus ik kan maar één ding betekenen. We terug gaan naar de stek waar we gisteren succes hadden. Ja, ik denk dat het beste plan is eigenlijk om eventjes, gewoon weer even een beetje gevoel voor de visie te krijgen. We wisten dat daar vis zat. We hebben gisteren nog een beetje vroeger achtergelaten. Ja. Dus, net nog trouwens. Die reliep, we hebben even één schepje erop gegooid. Dus, ja. Kijk of te leggen, het is echt hier vlakbij. Dus we gaan de tire even weer losknippen. En weg uit de extreme drukte. Want we zitten hier echt op een... op de stoep. Dus, ja, inderdaad. Erom. Dus dan zijn die mensen ook van ons af. Gaan wij die kant op. We gaan door. Yes. Helaas, deze stek wat gisteravond wel vis heeft opgeleverd, doet dat nu niet. Nee, zeker. En dat is, dat is jammer, hadden we meer van verwacht. Ja. Zeker omdat we weer aangevoerd hadden en zo. Het was vandaag een mooie zonnige dag. En dan denk je van, misschien dat ze net wat actiever worden. En we dachten ook van even snelle actie. Weet je al, we hadden natuurlijk gisteren hier gevoerd. Of al gevoerd. Twee schepjes, drie schepjes. Voordat we naar het andere stekje gingen hierachter, hadden we ook even twee schepjes opgegooid. Ik dacht, leg die vis al klaar. Ja. En dan. Ja, dan gaat hij wel, maar helaas. Dat betekent dat we de plannen een beetje moeten wijzigen. We blijven uiteraard wel binnen de stad. Maar het kanaal is taai. We hebben nu meerdere stekken bevist. Drie stekken bevist, zeg ik. Ja, drie verschillende stekken. Dan, Maar het is echt taai. We hebben besloten dat we naar een ander water gaan. Een ander watertype ook. Ja, dan legt hij weer parkwatertje ook in de stad. En daar heb je in het verleden ook nog een vroege voor je gevangen. Ondiep water, het is vandaag vrij warm geweest voor de tijd van het jaar. Dus we verwachten dat die vissen wel redelijk actief zijn. We gaan nu eerst even alle spulletjes opruimen. Alles op elkaar in de auto. Gaan we even ergens lekker warm binnen eten. Gaan we even lekker warm binnen eten. Want als de zon achter het gebouw gaat, dan is het weer vrij koud. Ja. En dan gaan we naar het parkwater toe kijken of we daar nog iets kunnen strikken, jongens. Je ziet ons zo. Tot zo. Is het lekker, Frankie? Lekker opwarmen. Hadden we wel even verdiend daar vandaag? Dit eventjes verorberen. Die zitten 50 meter van de stek af. Ja, zeker. Ja, dat is niet ver. Dat ging weer eigenlijk nog open. Elke stok. Op bijtje. Top. Ja, dankjewel. Ja, jongens, we zijn aan het parkwater aangekomen. Bas' hengels liggen al in. We hebben snel met de voerboot snelle actie gedaan. Ik ben nu mijn hengels aan het klaarmaken. Eentje is al klaar. Hier ga ik nog eventjes een nieuwe pop-up aandoen. En dan gaan we gewoon verspreid vissen. We hebben aan de linkerkant hier een boom die mooi over het water hangt. Een willig denk ik dat het is. Het is donker, dus het is moeilijk te zien. Aan de overkant een steiger, rechts een eilandje. Dus dat zijn wel wat plekjes. Waar we de vis wel kunnen verwachten, denk ik. Dus daar gaan we nu snel de hengels naartoe varen. En dan gaan we zo meteen lekker in de tent zitten, denk ik, bij de kachel. Die heb ik nu wel mee, gisteravond niet. En, want het is echt koud weer, het is heel koud. Maar goed, ik ga de hengels klaarmaken en dan zie ik jullie zo als de hengels in liggen, denk ik. Jongens, ook de hengeltjes van Frank leg in. En ik had Franks hengel vast en die is naar het obstakel toe gelopen waar hij legt te vissen. En toen zag je met de hoofdlamp zag je al een paar vissen. Toen ben ik er net even heen gegaan met de camera. Als het goed is, heb ik het vast kunnen leggen en we zagen hem. Ik zag één schub zwemmen. Frank zag er drie. Dus dat geeft wel goede moed voor deze nacht, zoals jullie al zien. Het is aardig koud. Maar mijn hengels leggen tegen het eilandje aan. Weet nog niet of een vis zwemt, maar er zitten in elk geval vissen in de regio. Het is eind februari. Ja, het is gewoon bikkelen voor een visie. Ik ben net in Frankrijk ook geweest en daar had ik 23 vissen in 4 dagen. Dus het kan wel, maar je moet echt net die goede locatie hebben om ze te vinden. En we gaan hopen op dat de nacht toch een mooie vis voor ons brengt. En dat we toch nog een beetje geslaagd deze sessie allebei met de visie af kunnen sluiten, jongens. Maar voor nu, tot morgen en ik hoop tot zo meteen.
Kijk jongens, dit is zeer belangrijk. Abonneer op YouTube kanaal Trekker Benelux. De jeugd is de toekomst, hè? Ja, het was wel koud vannacht, hoor, jongens. Ja. Het is nog niet echt het weer wat je wenst. Ja. Deze is het. Kijk dan, Meek. Nou, kom er even mee. Hier legt hij. Echt een groot mooi! Mooi, hè? Wow. Leeft hij nog? Ja, 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 ja. We gaan hem zo meteen even op de film zetten. Dus we wachten hem eventjes. We hebben hem echt net gevangen. Dus, Ja, je zou hem nog een beetje vissen. Hebben om nachtvis, hè? Ja, je hebt een grote visvergunning nodig. En dan een nachtvispas erbij. Ja, moet je dus maar ik denk dat jullie daar nog iets te jong voor zijn om s'nachts alleen naar het water te gaan. Nee. Veel plezier, jongens. Zo, goedemorgen. Oh, zoals we zeiden, het was een koud nachtje. Ik kreeg net even bezoek trouwens van de lokale vishelden hier, jongen. En die zijn ook lekker aan het vissen. Vol interesse naar onze gevangen kuipers uiteraard. En ja, die gaan wij nu even laten zien. We hebben er uiteindelijk 3 gevangen vannacht. Dus lekker, totaal van 4 dit weekend. En nou, met deze temperatuur en condities is dat gewoon helemaal prima. Goede keuze geweest om eventjes naar dit parkwater te gaan hier in de stad. En we gaan even de vissen erbij pakken en dan zien we je zo. Kijk eens jongens, dikke, wow. Dikke stadsbak. Kom er maar bij hoor jongens, als jullie willen. Echt, hij heeft wat te eten. Dit zijn de lokale vishelden hier. We hebben al een paar mooie snoeken gevangen toch? Ja. Dit is denk ik het vervolgstapje. Mooi. Prachtige mooie karpen, gevangen op de Ronnie. En ja, zo zie je toch maar weer, kleine aas, Ronnie rig. Eigenlijk de hele stad hebben we dit op deze manier gevist, heel simpel. Maar ja, het doet gewoon de truc, dus ga deze even terugzetten. En, mooie spiegel van Frank bij pakken. Geen afwijking, nee, nee. Hoor. Nee, het hoort wel bij. Op deze rijden ze vrijwel altijd. En schitterend. Ja, toch? Ja, mooi die gouden kleur op de zon erop. Ja. Mooi visje. Hij wil het alweer graag met water. Ja, we filmen hem eventjes en dan gaat hij lekker zwemmen hoor. Prachtig uitzettertje, mooi spiegeltje. We hebben ook gevangen op de Ronnie. Daar hebben we eigenlijk alleen maar mee gevist, zoals Bas al zei. En door gewoon te voeren met wat hennep, een beetje mais, een beetje gebroken boilies, gewoon niet te veel. Je wil ze niet verzadigen, zeker in de winter niet, want ja, ze kunnen gewoon heel moeilijk voedsel verteren. Deze ging er vanmorgen vandoor, prachtig, tegen een overhangende boom eigenlijk, met wat tak in het water. En dat ging perfect eigenlijk, hij ging gelijk naar open water en ik kon hem rustig afdrillen. We gaan hem gewoon lekker weer terugzetten en dan pakken we nog even de andere vis van Bas erbij. Zo jongens, daar is hij dan. Grande finale. Nee, een mooie afsluiter van deze toch wel geslaagde citytrip denk ik. Ik denk dat ik een mooi beeld heb laten zien van Alkmaar, hoe het een beetje hier naartoe gaat. Ja, zeker weten. Ik zwem hier geen monsters helaas. Nee, oké, maar goed. Vis vangen met deze temperaturen in een leuke stad, het is sowieso al een plus. Ja, zeker. Vanmorgen ook wouden we gaan filmen, maar de camera was zo koud dat hij zei van nou jongens, ik slaap nog eventjes verder. Dus, het is zondag ook, het is ook zondag, gelijk. Wat voor de volgende, Frankie? Ja, mijn stad, hè? Dan kom je naar mij toe. Dan gaan we naar Utrecht toe. Vervolgens hebben we ook nog Den Haag en Amsterdam op de planning staan. Ja, zeker weten. En wie weet nog wat voor steden nog meer. Maar in eerste instantie gaan we nu naar Utrecht toe. Over een paar weken alweer. Ja, jongens, ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren. Alvast bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En tot de volgende stad, hè? Helemaal goed. Hoi, hoi.